Ik zit hier met Paul van buiten kampioen klokkenluider en ikzelf ben Frans Plomet. Hallo Paul. Je hebt nog wel Oké, okay, nou, uh, ik neem aan dat we nu uh, ja. kunnen beginnen. Paul. Uh, ja, uh, klokkenluider, uh, daar sta je onbekend. Uh, kan, je, kan je even in het kort vertellen hoe jouw carrière als klokkenluider is verlopen? Uh, ik ben bekend geworden als klokkenluider in Europa. Ik werkte bij de accountantsdienst en uh, ik merkte dat daar heel veel dingen niet goed gingen. En ik ben dingen gaan verzamelen. En op een gegeven moment zag ik dat daar geen opvolging aan gegeven werd. En ben ik uh, naar het Europees Parlement gegaan. En daar zit een hele lange periode voor, van stapje voor stapje naar steeds hogere echelons gaan in de organisatie. Ontdekkingsproces. Klokkenluiders zijn vaak naïef, dus die moeten dat allemaal ontdekken. En uh, uiteindelijk dan, uh, dan ga je naar buiten. Ja. En uh, jij bent ook naïef? Hmm? Ben jij ook naïef? Ja, ik ben zeker ja? naïef, ja? nog steeds. Nog ik steeds. betrap me er nu nog op, ondanks alles wat ik weet en al mijn ervaringen en alle melders die ik heb gesproken, dat ik nog steeds in aanleg naïef ben. Ja. En herken je dat ook bij collega klokkenluiders? Ja. 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 Mensen die niet naïef zijn en die weten hoe het loopt, hoe die het klappen van de zweep kennen, zullen ook veel minder snel verbaasd zijn over onrecht wat er gebeurt en die calculeren dat in. Ja. Eh, bij het klokkenluiden is eh, onrecht eigenlijk eh, meestal de, de, de motor die, eh, die het hele proces eh, op gang brengt. Hè? Eh, het gevoel voor. Of, ja gevoel voor onrecht dat wordt aangedaan He, aan groepen of mensen. Of, uh, ja. ja, je moet uitkijken uh, dat je jezelf niet tot klokkenluider bombardeert omdat jij zelf denkt dat jij een heel geweldig gevoel van rechtvaardigheid hebt, terwijl jij de realiteit uit de ogen verliest. Dus er moet echt wel sprake zijn van een uh, maatschappelijke misstand. Die uh, ernstig is en waar de leiding van jouw organisatie bij betrokken is. Ja. Anders is het geen klokkenluider. Nee. Hey, en, uh, is dat de enige klokkenluiderszaak uh, die jij uh, hebt gehad? Of heb je nog meerdere klokkenluiderszaken Ach, gehad? ik voordat ik in Europa kwam, uh, werkte ik bij de TU Delft. Dan had ik al iets uh, bij de hand. Maar toen uh, heb ik een telefoontje gepleegd met de. Uh, Algemene Rekenkamer. En die man vertelde mij zo het een en ander. En ik dacht, nou, ik ga dat niet doorzetten, want het risico voor mij is te groot. En het risico dat ze er iets mee doen is te klein, dus uh, dat gaat hem niet worden. Dus dat heb ik toen gewoon, heb ik net zoals alle andere mensen, heb ik gewoon mijn hoofd weggedraaid. En ben ik gewoon doorgegaan. Nou ja, en kon je, dat, kon je dat voor jezelf opbrengen? Ja, 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 ik zat er wel een beetje mee, maar ik kon, uh, ik kon dat wel opbrengen. Ja. Ja. Ik was toen nog niet zo ver als uh, jaren later. En, en hoe kwam dat, uh, jaren later, dat je, dat je het niet meer kon opbrengen om het uh, stil te houden? Er zijn een aantal factoren. Ten eerste, uh, ik ben in 1990 bij de Europese Commissie gaan werken, en pas in 1998 heb ik de klok geluid. En ik heb in verschillende organisatieonderdelen gewerkt. En ik, heb, ik ben van de ene in de andere verbazing gevallen over hoe dat eigenlijk een administratie werkt en hoe dat er met onregelmatigheden omgegaan wordt. Uh, daar hoorde bijvoorbeeld ook bij dat ik ik werkte eerst bij een uitvoerende dienst die over onderwijs- en trainingsprogramma's ging. En daar zag ik dat geld verkeerd terecht kwam en dat de aanbestedingen verkeerd liepen en dat vriendjes werden benoemd. En toen uh, heb ik gevraagd, omdat ik een halve NIVRA-opleiding heb en bij accountskantoren heb gewerkt, heb ik daar ook de papieren voor om naar de interne accountsdienst te mogen worden overgeplaatst. En uh, nou, dat was goed, dus toen ben ik daar terechtgekomen. Toen heb ik uit mijn oude DG een grote zaak van onregelmatigheden meegenomen en daar aangemeld. En uh, die hebben ze opgepikt, alleen ik mocht natuurlijk geen onderdeel uitmaken van het controleteam, want dat is deontologisch niet uh, correct. Ja. En uh, dat was één grote teleurstelling. Er kwam wel veel boven water, maar in het uiteindelijke rapport was alles weggemasseerd. Dus toen dacht ik, uh, ik, moet, ik moet hier uh, iets meer gaan doen. Dus ik ben eerst bij mijn afdelingshoofd geweest, bij mijn directeur, bij de directeur-generaal, bij de secretaris-generaal, bij het kabinet van commissaris van den Broek. En uh, uiteindelijk ben ik naar het parlement gegaan en steeds tussendoor. Uh, mijn eigen afgevraagd of ik wel door moest gaan. Dat is zeg maar de ene oorzaak. En de andere oorzaak is mijn uh, bekering tot het geloof. Dat heeft ook een grote rol gespeeld. Ja, ja. Maar het lukte jou dus steeds om een steeds hoger echelon naar binnen te komen. Want dat ja, want ik had wat... natuurlijk wel wat dingen in mijn handen, dus uh, ze ontvingen me wel. Ja. Het ging niet om uh, flauwekul. En hoe werd je daar dan uh, ontvangen? Uh... Met alle egaars, lief, netjes we gaan er naar kijken en meneer van buiten goed dat u het meldt en uh, dus je wordt uh, plat gemasseerd ja en uh, dan denk je als naïeve klokkenluider dat ze er iets mee gaan doen en dan ga je tevreden terug naar je werk en dan denk je zo klaar ja dus niet. <lacht> <lacht> Uiteindelijk ben je bij het parlement uh, terechtgekomen. hoe heb je voor het parlement een, een toespraak gehouden uh, Nee, ik heb een uh, nota geschreven van 34 bladzijdes met 500 bladzijdes bijlagen. Die nota ging niet alleen over mijn eigen zaak, maar ik heb ook van collega's binnen de accountantsdienst heb ik ook zaken aan boord genomen op een manier dat zij er niet bij betrokken werden. Ik was de enigste die het risico nam. En uh, die heb ik geschreven naar uh, de fractievoorzitter van de groene fractie in het parlement. Dat is allemaal niet precies volgens de regels, maar dat leer je na de rand allemaal pas. Een klokkenluider maakt ook fouten. Hè? Als jij een beroepsklokkenluider bent die het leuk vindt om rotzooi te trappen, dan ken jij precies alle regels en dan volg jij de procedures correct en dan val jij ook onder de beschermingsregelingen. Maar als je een echte klokkenluider bent, dan ken je die regels niet en dan val je onder geen enkele beschermingsregeling en dan kunnen ze je aan alle kanten pakken. Ja. En uiteindelijk, het uiteindelijke resultaat? Het was spectaculair hè? dat de, de Europese Commissie uh, moest aftreden. Ja, dat was inderdaad voor de buitenwereld spectaculair. Binnen ja. draaide alles gewoon door, maar voor de buitenwereld was het leuk om te zien. Ja, en gaf het je voldoening uh, toen dat gebeurde? Nou, nee, want je zit in een administratieve, tuchtrechtelijke tang. Dus uh, buiten denkt iedereen van buiten en heeft ze gelijk gehaald, maar binnen ben je de disloyale. Ambtenaar die gekort wordt op zijn salaris, die uh, verhoren in het kader van een tuchtprocedure ondergaat, die nergens binnen mag, die door beveiligingsbeambten naar buiten geëscorteerd wordt. Dus uh, ja, daar hebben de mensen die dat zien, hebben daar geen notie van wat daar gebeurt. Dus voor jouzelf is het heel slecht afgelopen. Ja, vind ik wel. Ik ben mijn baan ook kwijtgeraakt uiteindelijk. Ja, en dat gebeurt eigenlijk altijd hè, met klokkenluiders. Ja. E echte klokkenluiders. Hè? mensen ja, ja, ja. die uh, maatschappelijk relevante misstanden aanklagen. Geen flauwekul over uh, uh, kleinschalige corruptie die je binnen de organisatie aan kan kaarten. Ja. Maar dat is toch. De... Ja, daar heb ik me wel altijd over verbaasd dat het zo slecht afloopt met, met klokkenluiders. Want die hebben goede bedoelingen, die, die zien dingen die niet goed zijn, die verbeterd kunnen worden. En dan worden ze uiteindelijk voor afgemaakt. Ja, maar je hebt, dat? je hebt in een organisatie een bedrijfscultuur. Waarbij mensen elkaar kennen, waar evenwichten gelden. Waar stilzwijgend dingen gebeuren die buiten de regels uh, lopen. En waar iedereen gewoon mee kan leven. En als dan iemand een keer zijn vinger opsteekt: van ja, maar dit is publiek geld. Dit kan eigenlijk helemaal niet. Uh, daar moeten jullie iets aan doen. En aan het begin wordt de inschattingsfout gemaakt. Dat je dat kunt negeren en die melder gaat steeds hoger op, dan zijn er steeds meer mensen die al een positie betrokken hebben met hun hakken in het zand en daar niet meer op terug willen komen. Dus dat proces wordt steeds erger. En een organisatie heeft niet het, het zelfreflecterend uh, vermogen om daarop terug te komen. Tenzij je een hele sterke, integere leider hebt die dat weet te doorbreken. Ja, dat komt ook soms wel voor. Dat komt soms wel eens voor. Heb ja, je ja. een voorbeeld van? Uh... Ik weet dat er rijden. voorbeelden er zijn, maar ik heb ja, nee, op dit moment nee. geen. Uh... Ja, en wat zijn, dat, wat zijn dat dan voor mensen die zich zo misdragen eigenlijk? Hè? Zijn dat, uh, Hele gewone zijn... mensen, net zoals, die, zoals jij, en jij. en ik. En ik? Ja, ja, ja. ja. Ik zou me eigenlijk ook kunnen misdragen. En ja. tegen een klokkenluider aanlopen, en dan ben ik dan baal ik ja, ja. ook. Maar kan je nou zeggen dat, dat. Dat denk ik wel eens. Dat het bedrijfsleven eigenlijk uh, allemaal kleine dictatuurtjes zijn. Uh, uh, dat dat democratie en vrijheid van meningsuiting eigenlijk taboe is uh, in het bedrijfsleven. Nee, ik uh, vind dat dat voor de overheid minstens zo sterk geldt. Ja. Ook ik wil de dat de niet overheid. aan. Ik ben beslist geen fan van het bedrijfsleven, maar goed, uh, het, we hebben nou eenmaal een Westerse democratie die kapitalistisch is en die drijft op winststreven. Dus uh, dat is een legitiem. Uh, Maatschappijmodel. Uh, maar ik vind waar ik juist tegen aanloop, zijn de misstanden bij de overheid. En niet de misstanden bij de bedrijven. Want laat ik een voorbeeld geven. Als jij in het bedrijf een order wil verwerven. en jij wil iemand omkopen door hem mee te nemen naar de hoeren. Uh, en jij boekt dat geld netjes zonder representatiekosten, heb je in feite niks fout gedaan. Jij beïnvloedt gewoon. Een, een, een andere marktpartij en die probeer jij zover te krijgen om jouw product te kopen. Maar als jij uh, met overheidsgeld aan de gang bent en je neemt iemand mee naar de hoeren, dan kan dat niet. Nee, nee. Daar zitten wel verschillen in. Ja. Goed. Um, nou, de, 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 de ellende voor de klokkenleiders zou uiteindelijk opgelost worden door uh, uh, het huis van de klokkenleiders. Ik was bij de opening ook. En wat mij me toen meteen al opviel, was dat er eigenlijk bijna geen klokkenluiders aanwezig waren. Maar alleen maar ambtenaren. Ja, dat is jou ja, goed opgevallen. Ja. Ik denk dat de enige die aanwezig was, dat dat Gerrit de Wit was. Ja. Nee, uh, uh, hoe heet hij uh... Hij was niet de enige, maar... Erik Meijboom? Nee. Uh... Die van de... Uh... Uit Noord-Holland. Uh, uh, Paul Schaap. Paul Schaap, ja, die was er ook. Van de kernreactor, ja, 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 ja. Klopt. Ja, ja. Daar heb je gelijk in. Jij was er ook niet? Nee, ik uh, zat toen in een moeilijke periode, dus uh, ik had daar geen behoefte aan. En wat vond je van het idee? Het idee was goed. Alleen uh, om een goed idee uh, in ons Nederlandse polderklimaat aangenomen te krijgen. Uh, moet je zoveel fases door? Moet je zoveel steun verwerven? Moet je met de vakbond praten? Moet je met de werkgevers praten? Moet je met uh, Amnesty International praten? Moet je of Trans Transparency International? Sorry. Uh, moet je met uh, politieke partijen gaan praten enzovoort. En hoe verder je komt, hoe meer jouw voorstel verwatert. Ja. Dus je moet steeds dingen weglaten om door te kunnen gaan, totdat er uiteindelijk een onmachtig instituut overblijft, waar alle gevaarlijke dingen van weggenomen zijn. En dan besluit Binnenlandse Zaken om het vol te zetten met juristen. ...die geen enkele affiniteit met klokkenluiders hebben en die er alleen maar op uit zijn om als een klokkenluider zich meldt... ...te kijken of die wel aan alle criteria voldaan heeft. Nou, er is geen één klokkenluider die eraan voldoet, dus dat is in feite de reden waarom dat huis geen enkel resultaat geboekt heeft. Ja. Zo werkt dat. Ja, ik, ik heb ook gehoord dat vooral de werkgevers alle moeilijke dingen eruit hebben weten te halen. Nou, de FNV en Transparency International waren oh. ook niet bepaald uh, meewerkend. Die hadden hun eigen agenda... En die hadden graag hun eigen initiatief op de agenda gehad. En toen het iets anders werd, hebben ze veel uh, tegengesputterd. Ja, ja. Dus het is eigenlijk een, een doodgeboren kindje geworden. Nou weet ook. je, wij hebben daar heel positief. Wij, dat is dan de ex Stichting Expert Roep Klokkenluiders. Waar ik en Paul Schaap en Gerrit de Wit in zaten. Wij uh, hebben daar geprobeerd zo positief mogelijk tegenover te staan. En Gerrit is ook. Oorspronkelijk in het bestuur gaan zitten van het Huis van Klokkenluiders. Ja, ja, om ja. vinger aan de pols te houden. Maar alles is fout gegaan wat er fout kon gaan. Ja. En, en, ja. en nu ligt het op, op zijn gat, hè, het huis? Nou, ik geloof dat de overheid gelooft dat het nog steeds uh, kan werken. Maar het, de facto ligt het op zijn gat en lag het al op zijn gat vanaf het begin. Ja. Een van de meest schandalige dingen die daar gebeurd zijn, zijn de mensen die aan de top benoemd zijn. De directeuren, de bestuursvoorzitters. Dat zijn allemaal mensen die al uh, krassen, kerven op hun kolf hadden bij het afmaken van klokkenluiders. En die benoemen ze dan aan de top van zo'n orgaan. Ja, ongelooflijk. En de eerste voorzitter. Kwam uit de bankwereld, wist helemaal niks van nee, klokkenluiders, kende maar, ook geen enkele klokkenluiders. Nee, maar dat is dan nog onschadelijker dan dat jij een staat van dienst hebt in het uh, decapiteren van klokkenluiders. Ja. En, en wat ik ook wel heel opmerkelijk vond, was uh, dat er ook mensen van de AIVD uh, in het huis uh, benoemd werden. Er was inderdaad iemand van de AIVD die daar benoemd werd. En daar bleken heel veel mensen al van op de hoogte te zijn. Uh, Gerrit, de man die van de Stichting Expert Groep Klokkenluiders kwam, ja. was uh, de laatste die ervan hoorde en die heeft het ook meteen gemeld, conform zijn uh, integriteit. Ja. En toen moest er wel aan gedaan worden. Toen werd er een of andere rots moest verzonnen en toen ging hij weer weg. Ja, maar dat is, dat is echt de limit. Want bijvoorbeeld uh, de zaak van Frits Vierman. Uh, uh, is heel erg verbonden ook met, uh, met de AIV IVD. Die atoomspionage voor uh, ja, Pakistan. Ja, ja. ja. En uh, ik denk dat bijvoorbeeld de IVD daar aanwezig was om Frits Veerman in de gaten te houden, onder controle te houden. Het dat vermoeden heb ik ook gehoord, ja. Maar ik ben er natuurlijk zelf niet bij geweest. Nee. Maar het is toch ongelooflijk dat zoiets uh, ja. kan. Ja, en er zijn ook diverse onderzoeken geweest naar de werking van het huis. Want er kwam dus helemaal ja, ja. geen output. Gerrit die deed naast zijn uh, werk deed hij zelf privé ook nog wat met klokkenluiders. En hij heeft in dus zijn eentje tien keer meer uh, resultaten behaald dan het hele huis uh, bij elkaar. Ja, want dat is, dat is eigenlijk ook zo ja, opmerkelijk dat uh, je had dus altijd al de expertgroep. En dat, dat functioneerde wel. Hè? Uh, Ook gebrekkig, want we hadden geen geld, we nee, hadden geen ondersteuning, we hadden helemaal niks. Nee. En dan wordt dat vervangen eigenlijk door het huis, wat ja. echt veel minder uh, ja. uh, kon doen. Ja. En waar een hoop geld naartoe gegaan is. Ja. Zeg maar in de put gegooid, ja, ja. miljoenen. Dus ja, dat, het ziet er gewoon heel slecht uit voor, voor de klokkenluider. Uh, nou weet je, je kunt beter geen regeling hebben dan een slechte regeling, want bij een slechte regeling... Uh, lok je klokkenluiders in een val. Die denken dat ze bescherming hebben en dat ze kunnen lossen. En dan blijkt dat ze in een val gelopen zijn. Dat ze van al hun informatie uh, afgestript zijn. En dat uh, ja, ze overgeleverd zijn. Dat is nog veel erger. Ja. Ja. Nou ja. Uh, het, uh, het, het, ik vind het verbijsterend hoor. Want de klokkenluider is, uh, ja, wil alleen maar het goede. Hè? Uh, en, en, en heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel. En die wordt dan zo systematisch kapot gemaakt. Ik kan er nog steeds niet goed bij. Dat, 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 nee, dat, maar dat blijft is, doorgaan. Dat is het werkelijke leven. En in Nederland is het denk ik nog een graadje erger dan in het buitenland vanwege onze poldercultuur. In het buitenland, pak bijvoorbeeld België of Italië, daar heb je ook tegenmachten die onafhankelijk zijn. Onderzoeksjournalistiek of onderzoeksrechters uh, weten daar vaak veel verder door te tasten. Dan in Nederland. In Nederland kent iedereen elkaar. Als je, harde woorden zijn hier not done. Alles moet met compromissen en met overleg opgelost worden. En als klokkenluider ben je totaal verloren in zo'n milieu. Want waar jij mee komt, dat akkefietje wat niet klopt, dat valt helemaal weg tegen de belangen van je gesprekspartners. Ja. En dat, nou ja, dat is dus eigenlijk onvermijdelijk, omdat het ingebakken zit in onze cultuur. Uh, dus, nou ja, dat. Voor de... Je kan eigenlijk zeggen van potentiële klokkenluiden, hou er nu al mee op, want het wordt je ondergang. Ik doe dat ook heel vaak. Mensen die mij bellen met een misstand en die zeggen van goh, Paul, kun jij mij van advies dienen? Als ik het verhaal heb gehoord, dan zeg ik van als ik je één ding mag aanraden, stop ermee. Ja, ja. Want dit gaat gebeuren. Weet jouw vrouw van de mogelijke consequenties. Uh, of je man. Uh, weet, uh, weet je dat je op straat komt te staan? Want jouw werkgever gaat toch gelijk krijgen. Omdat het in Nederland vaak als een arbeidsconflict wordt gezien. En het belang van de werkgever is altijd veel groter dan van de werknemer. Uh, weet je dat je gezondheid eraan gaat? Weet je dat je over een tijdje naar een psychiater of naar een psycholoog zult moeten? Dat zijn allemaal dingen waar ze niet meer stilstaan. Nee. Je bent daar niet tegen opgewassen. Nee. Nou ja. En. Een andere een belangrijke stap in jouw loopbaan is uh, jouw onderzoek geweest naar uh, de vuurwerkramp in, uh, in Enschede. Hoe ben je daar zo in verzeild gegaan? Weet je, uh, wij hebben klokkenluiders proberen te helpen. Ik heb als parlementariër. Uh, als lid van de ondernemingsraad, als klokkenluider zelf, als lid van de stichting Expert klokkenluiders, heb ik honderden melders van misstanden gesproken. En op een gegeven moment uh, heb ik tegen Gerrit, die onze voorzitter toen was, uh, gezegd van nou Gerrit, ik stop ermee. Het enige wat wij kunnen bereiken is die mensen een beetje boven het maaiveld houden en proberen een regeling te treffen, maar er zit altijd een zwijgclausule uh, aan vast. Dus die misstanden komen nooit aan bod. En daar pas ik voor, dat bezorg mij te veel stress. Ik wil klokkenluiders alleen helpen als het me iets oplevert. Ja. Dan bedoel ik niet geld, maar dat de waarheid boven water ja. komt. Ja. Ik zeg maar, als er één zaak is uh, waarbij al die mechanismes waar wij de afgelopen twintig jaar tegen aangelopen zijn, dan wil ik daar nog wel eens naar kijken. Maar dat moet dan een grote zaak zijn. Het moet in het geheugen van de mensen gegrift staan. Het moet om veel geld gaan. Er moeten slachtoffers bij gevallen zijn. Er moeten veel overheidsdiensten bij betrokken zijn. En het moet goed gedocumenteerd zijn, dus de bewijzen moeten nog steeds voorhanden zijn. En de melders in kwestie, de klokkenluiders, die moeten een fatsoenlijk pad hebben doorlopen. En dus niet, zoals in Amerika soms wel het geval is, rare motieven hebben om de misstand te melden. Maar ja. toch slagen omdat in Amerika een hele andere kijk op klokkenluiden is. Ja, in Amerika word je beloond als klokkenluider. Ja. En dat was de vuurwerkramp. Ja. Dus zodoende ben ik tegen die zaak aangelopen en heb ik me daar al meer dan vijf jaar in vastgebeten. Maar heb je dat in je vrije tijd gedaan? Of, uh, nou, als ik, vrijwilliger? Ik, of? Allemaal. Ik, uh, de Europese Commissie en ik uh, die kwamen tot de conclusie dat we beter afscheid van elkaar konden nemen. Ik was vijf jaar parlementariër geweest. Niemand binnen de Europese Commissie wilde mij hebben. Voor eigen partij, hè, had je? Ja, ik had tijdelijk een partij opgericht om, om verkozen te kunnen worden, want zo werkt het kiesstelsel. Ja. Daarna heb ik de partij weer om de zeep geholpen. En uh, ik uh, kwam terug in de Europese Commissie en één bevriend afdelingshoofd die heel erg veel waardering had voor hetgene wat ik heb gedaan, die zei van, nou weet je wat Paul, kom dan maar bij mij werken. Maar alsjeblieft, bemoei je je niet meer met misstanden, want dan maak je mijn positie ook onmogelijk. Dus nou... Daar had ik alle begrip voor, daar heb ik me ook uh, aan geconformeerd. Dus ik ben teruggegaan naar de Europese Commissie, dat was in 2009. En uh, binnen een jaar kwamen er weer allerlei misstanden op me af, want iedereen weet me te vinden. In de Europese Commissie ben ik een begrip. Uh, het gebeurde soms, als ik door de gang liep, dat de mensen naar buiten keken van, is die het echt? Dus uh, ja, ik, uh, ik kon daar niks mee, ik begon vast te lopen. Ja. En ik wou mijn diensthoofd geen mes in de rug zetten. Dus ik, ik begon echt, in mijn hoofd begon ik vast te lopen. En ik ben uiteindelijk bij de medische dienst van de Europese Commissie terechtgekomen. Heb ik daar met de psychiater gesproken. Die hebben een eigen psychiater. Die had wel begrip voor mijn situatie. Dus toen is er een afkeuringstraject in gang gezet. En ik ben afgekeurd, dus ik heb een Europese WAO-uitkering. En ik heb alle tijd beschikbaar om naar de vuurwerkram te kijken. Mooi hè? Ja, mooi ja. ja. En, en is die uitkering van, uh, van de Europese Commissie beter dan, uh, dan in Nederland? Ik denk dat die wat beter is. Ik, ja. ik verlies uh, natuurlijk mijn buitenland toelagen en ik ben ook uh, uh, op 70% gezet, maar dan is het nog steeds een uh, fatsoenlijke uitkering in vergelijking met Nederland. Dus ik mag niet klagen. Nee. En, en de, 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 dat onderzoek he, dat heeft vijf jaar geduurd, begrijp ik? Ja, ja ik heb het nu uh, min of meer afgesloten, maar... Uh, ik moet het nu boven water houden, want niemand heeft er zin in. Dus ik ben nu met een, een vergelijkbaar proces bezig als toen in de Europese Commissie. Ik onderhandel in mijn eentje met gemeenteraad, uh, college van procureurs-generaal, uh, Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, uh, de minister van Justitie, Grapperhaus krijgt brieven van me. En die worden allemaal keurig netjes beantwoord. En uh, ja, men kijkt steeds nog. Een beetje de kat uit de boom van kunnen we hem nou negeren of moeten we er iets mee gaan doen. Dus uh, die omslag, daar ben ik nu naartoe aan het werken. Ah. Dat is een interessant proces. Ja, dat lijkt me ook. Uh, want je hebt dan wel toegang tot uh, al die instanties. Hè? Ja. Uh, kennelijk zijn ze ook misschien wel bang voor je. Dat weet ik niet. Ik uh, ben dik. Ik heb een Brabants accent. Ik ben kaal. Ik ben afgekeurd. Dus de meeste mensen die onderschatten mij. En uh, je wordt toch een beetje als een boertje gezien. En uh, ik moet ze nog even overtuigen van het feit dat het hier echt ergens om gaat. En als ze het niet serieus nemen, dat er echt heel veel ongelukken gaan gebeuren. Ja, hey, en wat, 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 wat zijn die bevindingen van jou uh, betreffende de... Ja, wat zijn niet mijn bevindingen? Ja. Alles, alles wat fout kan lopen, staat erin. Het Openbaar Ministerie heeft bewijs gefabriceerd. Het Openbaar Ministerie heeft bewijs weggelaten uit het dossier. Er zijn onschuldigen veroordeeld, eentje zelfs tot 15 jaar. Uh, alleen omdat twee klokkenluiders uh, van de politie zich gemeld hebben en uh, ten koste van hun baan overigens een uh, getuigenverklaring hebben afgelegd bij het gerechtshof, is die man in hoger beroep. Wegens gebrek aan bewijs alsnog vrijgesproken. Omdat het gerechtshof zei. Ja, dit bewijs van het Openbaar Ministerie. dat kan ik niet meer accepteren. Dus er is geen bewijs meer voor die veroordeling. Kijk, bij de vuurwerkramp. Uh, probeert de Nederlandse overheid. het bekende plaatje overeind te houden. In Nederland is alles geweldig. In Nederland is alles veel beter geregeld. dan in het buitenland. Dus als er een ramp gebeurt. dan moet dat zijn. of omdat de ondernemer. de eigenaar van het vuurwerkbedrijf. De regels hebben overtreden, of er moet brandstichting zijn. Dat zijn de twee uh, oorzaken die in dat denkraam van de overheid passen. Wat niet in dat denkraam past, is dat er een bedrijfsongeval is gebeurd. en dat de regels zo slecht zijn. en dat de overheid zoveel fouten heeft gemaakt, dat dat kan ontaarden in een ramp. En dat is wat er gebeurd is. Ja, ja, ja. En dat komt niet uit, want daar zitten allerlei consequenties aan vast. Zoals bijvoorbeeld. Mensen die af moeten treden, schadevergoedingen die betaald moeten worden, uh, koppen die gaan rollen, dat soort consequenties. Ja. En je, hebt, je hebt dat uh, gerapporteerd allemaal, hè? Dat, uh, de uh, uitkomst van je onderzoek? Een rapport van 1400 bladzijden nou, ja, met duizend bronverwijzingen. Dat, dat, dat is wel een vette kluif natuurlijk. Uh, dat leest niemand? Dat leest niemand echt. Nee. nee. zou je misschien toch een, uh, een kortere versie ook van moeten. Daar ben ik aan bezig. Uh, ja. Ja. <laughs> ja, dat. Dat kan. Dus toen jij zei van ben je nou klaar, toen moest ik even nadenken aan alle dingen die ik nog aan het doen ben. Ja, ja, ja. ja. Want je moet het uh, verteerbaar en behapbaar maken. Ja, en, en heb je wel steun uh, van anderen? Er zijn maar drie leden van de Tweede Kamer die mij helpen. Ronald van Raak van de SP, Kees van der Staaij van de SGP en Henk Krol van 50PLUS. En doordat die drie mij helpen, blijft het dossier leven, blijft het boven de markt zweven. Hey. Moet er, uh, wordt er in de Tweede Kamer over gestemd? En met name VVD en D66 zijn er helemaal niet gelukkig mee met het dossier. Dus die proberen het tegen te houden. Dus dan zie je allerlei mechanismes dat stemprocedures stiekem ineens veranderd worden. En die partijen roepen zonder dat de anderen het in de gaten hebben, zoveel mogelijk parlementariërs op. Zodat het weggestemd kan worden. En dan moet er weer een nieuwe stemming komen waarbij de andere partijen weer allerlei mensen oproepen. Dus er zijn allemaal hele kinderachtige spelletjes die zich afspelen. Maar die drie Kamerleden ben ik heel veel dankbaarheid verschuldigd. Ja, dat stelt er wel wat voor. Want Ronald Verhaak bijvoorbeeld, ja. heeft zich ook heel erg met het huis uh, ja. bemoeid. Ja. Hè? Ja. En, en nou ja, die initiatief. heeft het gewoon naar eer en geweten gedaan, maar het is ja. een uh, misgeboren maar, kindje geworden. Ja. Maar dat, dat kan hem ook wel aangerekend worden, denk ik. En met, ja. Als je achteraf kijkt, ik uh, uh, zou je kunnen zeggen dat hij kritischer kan zijn. Maar als jij je niet constructief opstelt, krijg je die Kamermeerderheid niet mee. En doordat dat huis nu tot stand is gekomen, zie je hoe de overheid eigenlijk in elkaar zit en wat ze doen met zo'n kans die hun geboden wordt, die door deskundigen uit het veld aangereikt wordt en waar een kamerlid van een oppositiepartij die nog nooit in de regering heeft gezeten en die dus uh, toch een beetje kan zeggen waar het op staat, uh, aanreikt en hoe dat dan dan verminkt wordt tot een salonveeg. ...orgaan wat helemaal niets meer bereikt uh, voor klokkenluiders. Ja. Dus ik denk dat het niet voor niks is geweest. Nee, het nee, heeft wel dingen zichtbaar gemaakt, dat is, uh, dat is absoluut zo. Maar goed, nu, uh, nu is eigenlijk jouw belangrijkste taak om dat, dat, dat rapport over de vuurwerkramp... ...om dat in de publieke discussie te krijgen. Ja. He? Het leeft af en toe even op. Uh, ik heb een persconferentie gegeven in Nieuwspoort... Daar heb ik die drie Kamerleden op bezoek gehad. En die hebben sinds die tijd het dossier mee ondersteund. Dus dat heeft iets opgeleverd, maar niet veel. Ik uh, bereik af en toe kranten. Er heeft eens dus een keer een artikel in de Telegraaf gestaan. Er hebben twee artikelen in trouw gestaan. Uh, de NOS heeft het lang afgehouden, maar ik moet. Echt zeggen, en daar is uh, Hugo van der Parre heel erg goed uh, mee bezig geweest. Dat op 28 oktober van dit jaar uh, mijn aangifte uh, uitgebreid in het nieuws is geweest. Ik heb samen met, en dat is heel bijzonder. Met Jan Paalman, die uh, tolteamrechercheur is geweest. Met uh, Rudy Bakker, die de eigenaar van de vuurwerkopslag was. Mathilde van der Molen, die een weduwe van een omgekomen brandweerman is. En ik, zei de gek. Met z'n vieren hebben we de aangifte gedaan bij de politie Twente. Dat is een hele unieke combinatie want die mensen hebben eigenlijk allemaal andere belangen zou je zeggen ja. en we hebben daar uh, ja de overheid uh, alle instanties die ermee bezig zijn geweest hebben we aangeklaagd en als de voortekenen me niet bedriegen maar ik kan daar niet te veel over zeggen dan uh, gaat die aangifte toch wel gevolgen hebben je ja. kan er niet te veel over zeggen waarom? nee er lekt zo links en rechts wel eens wat en uh, ik uh, je denkt dat alles stil blijft en dat er niks gebeurt en dat het geseponeerd wordt over een jaar, maar het zou nog wel eens anders kunnen lopen. Ja, daar heb je aanwijzingen voor. Ja. 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 Niet iedereen is rot, hè? Er zitten mensen in het systeem die, als ze dat lezen, denken: van verrek, die van buiten is misschien wel een idioot, maar daar staan zoveel dingen en uh, misschien moeten we er toch maar eens wel mee doen. Ja. Zo hoort het ook, ook te gaan, natuurlijk, ja. hè? Ja. En zeker ja. bij het Openbaar Ministerie. Ja, maar ik denk dat het Openbaar Ministerie een van de meest verrotte organisaties in Nederland is. Oh ja? Ja. Als je in de handen komt van het Openbaar Ministerie kun je het beste schikken. En meegaan met wat die lui willen, want uh, je verliest het altijd. Je wordt kapot gemaakt. Uh, heb je daar uh, ervaring mee? Nog niet, maar dat gaat komen. <laughs> ja, nou ja, dat is... Uh, uh, ja, uh... Maar ik ben geen gewone burger. Nee. nee Bij ben... mij zullen ze iets voorzichtiger zijn, denk ik. Ja. Kijk, uh, je, hebt, je hebt een bepaalde persoonlijkheidsstructuur. Uh, en en die, die lijkt toch ook op veel van andere uh, persoonlijke structuur van andere klokkenluiders. Ja. Nee. Maar jij, jij hebt wel een hele grote. Vechtersmentaliteit en je, je, je bereikt ook uiteindelijk iets. Hè? Uh, al was het maar. Hè, uh, nou, de dat Europese het... Commissie die uh, toch moest aftreden. Uh, het dus is verschrikkelijk moeilijk. Het is zo moeilijk, dat kun je je niet voorstellen. Heel veel mensen hebben allang tegen mij gezegd: Paul, waarom hou je hier dan nog mee bezig? Geef het toch op, man? Ja. Want je, 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 je gaat het niet redden. Nee, maar je bent, je bent mentaal nog steeds in orde. Denk ja, ik. Ja. He, je wil nog vechten. Met wat uh, pillen. Ja, oh ja, dat wel. <laughs> als je nou bijvoorbeeld iemand neemt, als heet van de laar. He? Ja. Ja, het gaat nu wel ietsje beter met hem, maar die heeft echt op het randje van, uh, van de dood gestaan. Ja, maar, maar dat, is, uh, dat is haar niet kwalijk te nemen. En dat is nee, heel nee. veel andere. Er zijn zelfs mensen die zelf mogen plegen. Uh, ik. Uh, het. het uh, het zou niet moeten in onze westerse democratie. Ik bedoel, als je in Rusland zit of je zit in Zuid-Amerika of wat dan ook, dan kun je je afvragen: uh, moet je wel uh, de klok gaan luiden of ben je dan echt gek? Maar hier in Nederland of in West-Europese landen zou het gewoon moeten kunnen. En dat denken de mensen ook dat het kan. En die ja. komen pas na verloop van tijd erachter dat het hier ook niet kan. Je krijgt toch een heel ander beeld van, van de overheid, hè? de overheid is toch vaak ook je vijand. Ja, He? je zou je moeten beschermen. Ja. Het enige verschil tussen een dictatuur en Nederland is dat als jij je, je eigen netjes aan de regeltjes houdt en je staat geen machtige op hun tenen, dat je lekker je leventje kunt leven, dat je rijk kunt worden, dat je je hobby kunt uitoefenen enzovoort. Maar zodra je tegen de verkeerde personen aanloopt, is het verschil weg. Ja wordt alleen wat netter gedaan en er wordt wat meer in je gezicht gelakken. Ja. Zou je kunnen zeggen dat Nederland uiteindelijk geen democratie is? Dat kun je zeggen, ja. 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 Maar je moet hier de weg weten en als jij de weg hier goed weet, dan heb je meer rechten dan mensen die de weg niet weten. Ja. Ja, het wordt wel heel somber nu, hè? Uh, eigenlijk. Uh. Ja, oké. Okay, uh, je vraagt ernaar. Ja, ja. Uh, ik uh, zit natuurlijk nu op het moment dat ik uh, een dossier wat iedereen ontwijkt uh, door moet gaan drukken. En ik kan niet bovenop een uh, gebouw gaan liggen met een telescoopgeweer en één uh, voor één allerlei mensen afpoppen. Uh, en dan steeds tussendoor zeggen, jongens luisteren jullie nou of moet ik er nog een neerleggen? Dus je moet dat allemaal op hele nette democratisch verantwoorde manieren moet je dat doen. Ja. En uh, ja, dat, is, uh, dat is moeilijk en dan raak je wel eens in een negatieve bui. Ja, ja. Heb, je wel, heb je wel eens ook helemaal doorheen gezeten? Dat je dacht van, ik heb heel ik veel maak... begrip gehad voor Anders blijf ik. Dat is onvoorstelbaar. Heel veel mensen denken van... Uh, die van buiten is niet normaal meer, die heeft alle zin voor realiteit verloren. Maar ik snap hoe dat iemand zover kan komen dat hij uh, vertegenwoordigers van het establishment neer gaat leggen. Hij heeft dus de jeugd van de socialistische partij uh, schade toe willen brengen. Dat is natuurlijk totaal niet goed te praten. En uh, wie, wie ik hoef wie dat, wie? anders blijf ik, die schutter in, weet ik, een van de Scandinavische landen. Ja, op dit eiland. Ja, ja Utoya. Maar uh, ik, ik snap die mensen. Want hij, hij is ook een klokkenluider. Nee, of? joh, hij is uh, een of andere rechtsfiguur uh, die vindt dat uh, wij ten prooi vallen aan de immigratie van buitenlanders. Dus uh, dat is iets heel anders uh, waar ik uh, heel wat genuanceerder in sta. Maar uh, ik snap dat als jij tegen een overheid aanloopt die niet wil luisteren, dat jij tot dat soort daden gebracht kan worden. Ja. Maar. Ben je ook wel zover geweest dat je dacht: Nou, ik maak er een einde aan? Ik ja? niet, maar ik ken wel mensen uit het klokkenluidersmilieu. die uh, met een geweer in de struik hebben gelegen. om hun uh, werkgever om te leggen. of die met een pistool aan het strand gezeten hebben om zichzelf voor de kop te schieten. Oh ja. ja. Oh, ja. Ongelooflijk, ja. Ja, het, is, uh, het gaat ergens over. Ja, ja. Het is, het, is, het is een fenomeen ook. Wat, uh, ja. En daarom wil ik met die vuurwerkrampzaak, waar al die elementen in zitten, waar de mechanismes in staan, uh, waarmee klokkenluiders uh, platgewalst en genegeerd worden, waarin misstanden worden gepleegd en die allemaal onderbouwd kunnen worden, wil ik uh, aanbrengen. Ik wil de Nederlandse samenleving laten zien hoe de Nederlandse overheid met hen omgaat. Alles wat van het ministerie van Justitie nu boven water komt. Is klein bier. Wat er nu van de Belastingdienst boven water komt. met al die ouders met die toeslagen. dat begint er een beetje op te lijken. hoe dat zoiets kan uh, ontaarden. Want ook daar hebben lagere ambtenaren zich verzet tegen dat mechanisme. De top heeft het doorgedrukt. En uh, ja, je ziet het resultaat. Ja, en dan uh, vandaag toevallig gaat er waarschijnlijk de staatssecretaris sneuzen. Ja, maar wat levert dat op? Maar dat levert niks op. Dan nee. krijg je een nieuwe die zijn eigen weer in moet lezen. Ja, en ja. Uh, dat gaat dan weer extra tijd duren. Ja. Dwing hem gewoon met een pistool op zijn hoofd om de zaak op te lossen. Daar ben je veel verder mee. Ja, dat zal, dat zal niet zo gauw gebeuren. Uh... Ja, maar er zijn ook figuurlijke ja, ja. pistolen. Ja, 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 ja. Ja. Anders haalt Tage ja. hier naartoe. Die je krijgt hem zover dat hij dat oplost, toch? <laughs> hey, en, en, en politiek, uh, waar sta jij nu? Uh, waar of? ik nu sta. Ja. Ik stem SKP. Oh ja, ja. Oh, maar je bent ook heel religieus, hè? Ja. Maar ja. In het, het, het christendom predik ik toch uh, ja, liefde, hè? Ja, leven. maar er zijn zoveel christenen die op een foute manier invulling aan hun geloof hebben gegeven. dat ik hier niet wil uh, uh, verkondigen dat het christendom nou allemaal Halleluja is. Dus uh, ik denk niet dat dat onderwerp van ons interview is. <laughs> nou ja, <laughs> ik denk dat je daar positieve dingen aan kunt ontlenen. maar er zullen heel veel mensen zullen het niet met me eens zijn. Ja. Oké, okay, nou ja. Uh, we gaan afwachten ja. hoe het verder verloopt. De komende tijd uh, zal ik proberen voor spanning te gaan zorgen. Ja, Zou eigenlijk uh, een film over jou gemaakt moeten worden, hè? Nou nee, want dat is nee? niet goed voor mijn ego. Nee, nee. niet goed voor je ego. Ik heb het in Brussel een keer meegemaakt. En het op het hoogtepunt van de klokkenluiderstijd, dat als ik. Op een straat liep en er was aan de overkant van de straat een cameraploeg bezig. En die zagen mij, lieten ze alles vallen waar ze mee bezig waren, kwamen ze achter me aan. En een paar maanden daarna was dat niet meer, was ik niet meer in de belangstelling. En tot mijn grote verbazing merkte ik dat dat mij pijn deed. Ook ik ben daar gevoelig voor. Ah oh ja. Ja. Ja, ja. Dus dat is niet goed. Nee. nee. nee ja. als, ik, uh, als ik die film uh, over het Huis van de Klokkenluiders uh, ga maken, kom ik je. Waarschijnlijk toch ook wel weer tegen. Ja, maar vooral Gerrit. Gerrit moet vooral, je interviewen. Vooral Gerrit, We gaan ja. proberen ja. Om hem voor de camera te krijgen. Ja, ja, ja. ja. hij heeft hij altijd, heeft altijd uh, gezegd dat doe ik niet. Maar, nou ja. Hij, hij, is, is, hij is gewoon heel erg loyaal en dat is in hem te prijzen. Ja. Mijn houding is makkelijker. Maar uh, hij is zelf ook klokkenluider. Hè? Ja. En, uh, misschien, misschien heeft hij daarvan geleerd... Dat je, nou, dat hij je is niet is daar ook buiten. heel uh, bekaaid van afgekomen, ja. Ja, maar hij heeft heel geleerd van. Dat moet je niet doen. Nee, maar hij is echt. Hij gelooft nog wel in het systeem. Hij is ook politieman geweest heel lang. Hij heeft voor het Openbaar Ministerie gewerkt. En uh, hij zit daar gewoon uh, anders in. En die mensen heb je ook nodig. Ja, ja. Kritische uh, mensen van binnen het systeem. Ja. Nou, goed, ja. Uh, ik vond het een, uh, een heel verhelderend uh, gesprek. Oké. Okay. Uh, bedankt. Jij bedankt. Ja, en tot ziens.